twee dingen, daar hadden we mee te maken. Ja, we hadden te maken met het kabinet, hè, en we hadden te maken met de Nederlanders zelf. Nou, dat kabinet, dat vonden we dus verschrikkelijk onduidelijk. En, ja, en dat waren ze ook natuurlijk. Het was ongelooflijk, zeker de laatste tijd. De ene maatregel naar de andere konden we niet volgen en hebben we niets van begrepen. Nou, in ieder geval, nu heeft het kabinet zichzelf herpakt en die zijn dus nu duidelijk geworden. Ja, gewoon met strakke maatregelen en linksaf en rechtsaf en mondkapjesplicht en noem het allemaal maar op. Fantastisch. Maar nu hebben we dus te maken met component 2 en dat is de Nederlanders zelf. En wat blijkt nu, en dat hebben we ook de hele tijd gehoord, een behoorlijk deel van de Nederlanders heeft zich de afgelopen tijd niet gedragen. Nee, daar hebben we mee te maken. En daarom lopen die cijfers maar op. En daarom komen nu ook al die maatregelen. Ja, en nou roept iedereen, ja en nu dan? Ja, nee, niet nu dan. Dat is gewoon zoals het gaat. Ja, ik bedoel, je gaat je misdragen en dan krijg je een soort van straf. Ja, en dat is wat er nu gebeurt. Dus waar komt het nou de komende tijd op aan? Ja, en dat kan ik niet genoeg zeggen. En ik heb dat ook gedaan als strandwachter. Keer op keer op keer op keer heb ik gezegd, jongens, stop ermee. Ga nou niet de hele tijd lopen ontkennen en ga niet lopen vervelen en ga niet in complottheorieën lopen denken en ga ook niet te veel discussiëren, want dat is wat er gebeurd is. Ja, elke maatregel werd weer ontleed en dan gingen we dus weer zitten wijzen naar die, want zij mogen dit wel en zij mogen dit niet. Dat is zo kinderachtig, dat deed je vroeger. Ja, dat deed je vroeger, want dan moest je dus, dan ga ik weer, dan riep je moeder je binnen, want er waren de straatlantaarns aan en dan moest je binnenkomen. En dan kwam je thuis en dan zei je, ja, maar Joepie mag nog wel buiten spelen. Hé, hey, dan zei mijn moeder, nou, dat is dan fijn voor Joepie, maar jij niet. En jij komt gewoon thuis als de straatlantaarns aangaan. Dat zei mijn moeder dan. En zo moeten we dat nu weer doen. Ophouden met naar anderen te wijzen. Ja, ik weet het ook wel. De kerk heeft een uitzonderingspositie. Ja, wat is dat in godsnaam? Wat een onzin. Ik bedoel, waarom moeten die mensen naar een kerk? Als jij in Sinterklaas wil geloven, dan doe je dat lekker thuis. Ja, en dan ga je maar lekker zitten prevelen. Dan ga je thuis maar met wijwater gooien. Ga je gang. Maar waarom moeten die een uitzonderingspositie? En dat moeten we dus niet meer doen. Dat soort dingen. Wijzen naar zo'n kerk of wijzen naar die mogen dit wel en wij mogen dat niet. Daar moeten we eigenlijk met z'n allen helemaal mee ophouden. Dat moeten we dus niet meer doen, want dan komen we niet verder. Het enige wat we nu moeten doen, is we moeten dit heel serieus gaan nemen met z'n allen. Ja, en gewoon alles even aan de kant, allemaal de schouders eronder. En huppakee, dan pakken we gewoon gezamenlijk dat virus aan door ons te gedragen. Want het is, en dat zei ik pas geleden al, 11:55. En dat is het echt. Pas geleden heb ik nog heel hard de noodklok staan luiden. En dat is nog steeds zo. En daarom nog één keer voor Nederland. En let goed op en neem het nu serieus, dat virus. De noodklok!